Ja, Pascal, we kennen jou als speler, als rauwe speler. Hoe ben je als trainer? Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig. Ik heb volgens mij niet echt stilgezeten vandaag. Dus ja, ik probeer wel inderdaad de jongens scherp te houden. Inderdaad. Ik ben niet iemand die gaat schelden. Of, ik maak af en toe ook een dolletje met iemand in het veld. Dus ik ben geen hele drukke of strenge trainer, denk ik. Ja, je begon het toen eigenlijk als assistent trainer. Neem nu even de honneurs waar voor deze wedstrijd dan. Ja. Wat zijn je ambities in het trainersvak? Nou goed, kijk, uiteindelijk heb ik wel de ambitie inderdaad om hoofdtrainer te worden. Alleen op een moment, weet je, ik ben vorig jaar begonnen als assistent trainer. Mijn eerste jaar. En ook gewoon heel eerlijk gezegd, gewoon nog niet goed genoeg als hoofdtrainer zijn voor een heel jaar. Dus ik ben ook wel heel blij, moet ik zeggen, dat ik maandag weer in die rol kan van assistent, hoor. Daar ben ik weer heel blij mee, want het is toch als hoofdtrainer en eigenlijk alleen, zeg maar, geen assistent naast je. Ja, dan moet je de beslissingen nemen in je eentje. En dat is lastig, want ik moet ook straks weer die positie van assistent trainer weer innemen. Dus ik heb jongens teleur moeten stellen, maar ik moet ook zo meteen weer bij de jongens tussen de jongens in bewegen. Nou, de keuzes van jou zijn vandaag in ieder geval goed uitgepakt. Ja, gelukkig wel. 1-0 winst tegen Kozakken Boys, een goede opening voor jullie. Dat is wonder, hè? Nou ja, weet je, wij hebben gewoon de tweede helft hebben wij gewoon met strijd, passie, belevenis, beleving gespeeld. Ja, dat heeft denk ik wel de doorslag gegeven in de tweede helft.